wens meer werkgeluk bij de WSD door al mijn collega's op de afdeling een keer te trakteren op iets lekkers. Ik wil met collega's iets leuks te doen. Ik wens meer werkgeluk bij WSD door al mijn collega's bij 15C trakteren op gebak of een lekkere lunch. Iedereen die daar wil, die kan soep pakken, erwtensoep, tomatensoep, linzensoep, geloof ik. Omdat we door de coronatijd door moeten werken en iedereen ondanks alle maatregelen toch het beste beentje voort heeft gezet. Omdat ik het gezellig vind om te werken. Ze maken nooit geen ruzie hier. Het gaat allemaal gemoedelijk onder elkaar. En dat is wel belangrijk op de werkvloer. Ik heb een lange tijd bij een andere groep, de Tassiringgroep, gewerkt. Ik mis erg mijn collega's. En dan, ik wil misschien samen met mijn collega's iets leuks te doen. Fantastisch, het is een heel mooi initiatief. En je ziet dat mensen echt, ze worden er ook echt blij en warm van. Dus ik, ja, chapeau. Lekker. Wij zijn hier vanochtend om iemand in het zonnetje te zetten. En in dit geval wil ik vragen of Marij Beekmans even naar mij toe wil komen. En ja, ze komt al dichterbij. Connie heeft jou genomineerd voor het lintje. Zij heeft aangegeven dat jij altijd een luisterend oor hebt. Een hele prettige buddy. Iedereen ondersteunt hier op Montage 2. Maar zeker ook bij Cello nog de buddy is. Dus dat vonden wij meer dan reden om aan jou een lintje te overhandigen. Ja, echt een verrassing. Ik ben totally flabbergasted. Zeggen ze wel eens. Helemaal ontroerd ervan, dus ja. Ze stort altijd voor de klaar als er problemen zijn en ja. Luisterend oor voor mensen en ja, er zijn voor mensen. En dat vind ik ook heel fijn, dat doe ik heel graag. Dus ja, en nou deze erkenning. Ja, nog ook extra mijn best doen natuurlijk, hè.